Iemand die een lange autorit heeft en mensen belt via zijn handsfree. En op het einde van die autorit is zijn leven veranderd, zeg maar. En we spelen dat met twee acteurs, Koen de Graver en ikzelf. Ofwel speel je de man in de wagen, ofwel alle andere personages aan de telefoon. Dus dat zijn er dan een stuk of 11, denk ik. En dus Lok zelf is obviously met 1. Hoi. Dit is Gertie. Ik kan nu niet antwoorden, maar laat gerust een berichtje na de biep. Liotheek. Oh, dat is echt een hele flauwe grap, Gertie. Het blijft wel spannend als je bijvoorbeeld 4 keer Lok zegt geweest en dan in 1 keer draait het. En je denkt van, oei, hoe zat dat nu weer in elkaar? Maar dat is echt, ik vind dat wel. Ik ben heel blij dat we dat zo beslist hebben. En dat vond hij een baby. Je zegt dat ze een baby krijgt. Vanavond krijgt ze een kindje. Ik hou er wel van als Lok heel underplayed en heel cool is en heel praktisch is. Die man probeert gewoon de dingen geregeld te krijgen. Dat is het enige dat hem interesseert. Hij zit met een probleemsituatie thuis, hij zit met een probleemsituatie op zijn werk en hij zit met een probleemsituatie bij iemand die hij niet kent. En hij heeft het gevoel dat hij dat allemaal moet oplossen. Dus dan geraakt hij in een enorme praktische modus. Maar daaronder borrelt er natuurlijk van alles en dat is dan heel fijn om te spelen. Hè? Dat je dat heel af en toe lost. En dan vertelt hij een hele wereld. Dus ik vond dat fijn om hem zo te spelen. Ivan, ze zeiden dat de navelstreng een strop is. Een levenslijn en een strop tegelijk. Dat is grappig, hè? Ja, ik denk dat ik wel, dat ik wel de neiging heb om spelen muzikaal te benaderen ook, ja. Ook van groteske spelen naar heel klein filmisch spelen, dat is ook een volumeknop. Hè. Waar dat uw intentie of uw aanslag van uw noot eigenlijk dezelfde zuiverheid moet hebben, maar de ene keer staat hem op 10 en de andere keer is het heel stil. Want als je dat terug opwarmt en dan eten dat op, dan word je giftig en ik heb geen goesting om giftig te worden. Nee. Voor mij het mooiste aan acteren is inderdaad de transformatie en dingen proberen spelen of mensen proberen begrijpen die niet direct aansluiting hebben met jezelf. Ja, ik vind dat wel tof om iemand anders, om even iemand anders te zijn.